geïnspireerd door de grondlegger van de tweede dansbranche, Hans Mathes. Vooral bekend om snuffelschuur, stofjas, bril en pet. Er werd goud verdiend in die jaren. Maar toen, 7 oktober 2013, die dag vergeten we nooit meer. De crisis is voorbij, zei de kelder van de Nederlandse Bank. En onze premier Mark Rutte zei ook nog, koop toch een nieuwe wasmachine, een nieuwe bank of een nieuwe auto. En zie, het consumentenvertrouwen steeg, de mensen gaven rond Sinterklaas en Kerstmis nog niet eerder zoveel uit. Iedereen kon tegenwoordig snijgerij. Nou, en dat was lekker. Dan gingen we met het hele handeltje van tweedehands. Daarom zitten we hier nou, tussen de onverkoopbare spullen en de oude rotzooi. Niemand komt er weer en niemand komt er tweedehands kwijt. Het is ongelooflijk, maar juist 2 weken geleden begint Hans Mathes met een winkel, een nieuwe winkel, voor tweedehands spullen. Ongelooflijk. Er zit geen brood voor u, Hans. Nee, maar weet je wel wat er in brood zit? Asbest. Dat is een vulste actuele grap. Wij maken alleen maar oude en slechte grappen. Wij recyclen grappen. Dat is het enige wat we daarmee kunnen. Ja, ja, want, en dan gaan we toch ergens bij storen. Want was er nog mooier om in het laatste jaar van zijn dorstlustige hoogheid, prins Robert de Bouwmeester en zijn hele hofhouding grappen te recyclen? Prins, wees gegroet. Plebs, wees gegroet. Goedenavond mensen, welkom in onze winkel tweedehands. Ja, ja, wij heten beide Hans. Dus Hans en Hans, tweedehands, maar ook al voor de Hans, hand. Twee Hans en geen drie. Geen drie Hans, hè? Van dat boek Wandelen de Huizen. Nee, wij wandelen niet, wij stappen liever. Kijk, jij, die gast schrijft met z'n drieën een boek, maar over ons twee keer al een boek schrijven. Ja, maar goed, welkom in onze winkel, maar dus geen hond dikop. Zelfs Maurice niet. Nee, Maurice ook niet, nee. Godverdomme. We hebben nog zoveel geheim, hoor. Eigenlijk wouden we onze optreden nog een beetje opleuken, met een goochel, echt, maar ja, geen geld, hoor. Dus we hebben maar een tweedehands klok. Of hier. Deze doktersjas, nou, je kunt ze wat niet zien, hij is een beetje versleten aan de onderkant, omdat die arts altijd over de grond moest kruipen. Hoe zou dat doen? Hij zat bij artsen zonder lenzen. Oh. Hier hebben we nog een ouderwetse dio-project, wie kent dat ding nog? Maar die verkopen we niet, want die hebben we af en toe nodig voor wat reclamemateriaal. Ja, want als ik niet mee zit met tweedehands krijg, en de schoorsteen moet nog wel roken, dan moet je wat anders verzinnen. Dus doen wij af en toe een sponsormomentje en dan mogen we grapjes maken over de winkels van die hele beste mensen. Ja, ja zeker. Maar zoals Joop de Cruijff al zei, elk voordeel heeft zijn nadeel. Oh nee, andersom. Elk nadeel heeft zijn voordeel. En we hebben nog lekker de titel de krant te lezen. Tata. Ik heb alles zo goed. Is het nieuw, hè? Nee, maar er stond nog geen theetje achter, toch? Oh ja, thee was tata, ja. Van decolleté. Ik heb altijd zo goed met onze handel. Hele inboedels kochten wij op. Ook van zaken die al lang gestopt zijn in huizen. Zoals dieren speciaalzaak Jos Lamers. Ja, Jos, wat een barre zaak hoor. Maar koude vissen en kikkers. Daar zit nou die tattoo. Maar weet jullie nog dat je Jos Lamers vroeger een aap in de etalage had? Ik zie zo'n vieze kuur. Weet jullie nog dat Jos Lamers vroeger een aap in de etalage had? Nou, Jos Lamers vraagt, maar die aap die zit er nog. Dit auto voor alle plekplaatjes op de aarde, grote gaten in het oor en gebouwd op plekken waar je niet wist dat je kon hebben. Ja, Hans, maar wat is hier in de krant? Hebben we een nieuwe burgemeester? Ja, jong! Marion Schumans, heb je net de trailing gezien, niet? Ja. Marion Schumans, een barre vrouw, een lieve, goede barre vrouw. Ik heb een vrouw hier. Ja, ja? Ik ook, zeker weer. En een felle, want ze duurde altijd bar vuur. Als die man weer over de brillen gepies. En wil ze nou niet meer boven staan? Nee, ze had nou lenzen.
ben ik trouwens Hans voor een cursus stoppen met roken. Ja, ik heb er veel van afgestoken. Slechte woorden is het niet hoor. Slechte woorden. Ik had al eens een keer zo'n pretsigaret opgestoken, zo'n joint. Nou, ook ja, een grij was dat zeg. Ik zag van alles bewegen en uit de koelkast kwam zelfs muziek. Ja, maar ben ik een belangrijk geweest hier, zeker van de avond. Het was ook belangrijk, maar ik was toch benieuwd, weet je wel, hè, wat er dan met die muziek uit de koelkast was. Dus ik loop met de koelkast, trek de deur open, wat dacht je? Het was de bloedbuit. Oh. Weet je dat ik weer open ben? Maar over koelkast gesproken, dan denk je toch al gauw een theatubus hebben. Vroeger zei ze dikke theatubus, maar dat is niet meer zo. Dit is geweldig afgevallen. Ik sprak hem toevallig, jij zei hij, gisteren heb ik 800 kilocalorieën afgevallen. Was hij in het fitnesscentrum geweest? Nee, hij had de pizza te lang in de oven los. Over de priester gesproken en de kerk. Nee, ze kunnen die gewoon naar zo'n goed van toren af horen, want ik heb toch een keeper in de kerk. En de Nederhoorn was het ook al wel hoor. Godverdomme. Hé, maar weet je wie nog wel in de kerk loopt rond te spoeken? Nee, ik niet. Wim van Boren. Hij strijdt voor het behoud van de Zandse parochie. We lopen mooi synchroon met Amsterdam. Ja, inderdaad, ja. Oh ja, straks naar voren. Oh ja, Ben van Boren, is dat die oude broer van Roer van Velzen? Kunt u wel over de auto, Ruta? Ik speel er niet van. Ik heb hem allemaal goed weer. Wim, Wim is dan een klein van statuur, maar zijn daar is hij groot. Nou ja, goed. Luister eens, ik heb hem niet eens gezien vanavond, maar goed, ik kijk hem ook snel over de kop. Als we helemaal van alle gehouden, al die grappen, ik moet bij nodig stroezen. Ik ga eigenlijk naar de wc, een klein handje in de hand geven. Dan loop ik even mee, jongen. Yo. Hey, laat me gaan. Hij was er toch wel? Ja. Maar ik zag hem ook over de kop. Zou je als het drinken, Hans? Op de kleur? Ja. Met die één flesje, hoor. De crisis hebben we toegeslagen met de koning. Leuk, hoor. Ja, dankjewel. Die boeren, hè? We gaan even eruit kloppen. Even andersom zetten. Dus sluit ik klaar om op die tonnen te zien. Maar de Kroningen, die gaan tegenwoordig ook naar Duitsland, hè? Naar Buhl, maar Wim van Buhl. Wim de Buhl? Nee, ze gaan naar Buhl. En dat vindt hij mooi, dan noemen ze Wim van Buhl. De Kroningen komen wel jaren. Ik ken die mensen door een paar goed. En die worden ook maar alle egaars ontvangen door de president van Buhl, Jozef. En Jozef had een barre, lieve, maar gezette vrouw, Maria. Toen de Kroningen lotje daar was, werd hier net een grote loterij gehouden. En die gastheer die vroeg aan Wim: hé Wilhelm, wat is hier al gaan los? En wat zei Wim van Boren? Wim zei: zet hem af, zet die ding niet op. En Jan zei: hij vroeg of hij ook een lot wou kopen. Kunnen half verken winnen of een first bier. En hij heeft wonderingen van die gastheer, kocht hij nog een lot ook nog. En wat denk je? Prijs, first bier had hij gewonnen. Ja. Zal er mee. Zei die gast hier tegen Wim: ja Wilhelm, ze hebben zwijn gehad. Nee, ze hebben first bier gewonnen. Alles werken en die mocht achterin gewonnen. Toen zei Jan: Zweers, het echte leraar. Nee, Wim, zwijn, dat betekent mazzel. Geluk. Tijd getroffen! Dat betekende, ach, Wim, dat wist ik hier niet. Oh, niet helemaal. Nee, maar dan kunnen we het mooi. Zet die gastheer, die kunnen voorbij dansen. Die waren gezette vrouw, die zegt tegen Wim: hé, Herr Wilhelm, hebben ze zo met mijn vrouw getanst? Waarop Wim zei: nee, dat zwijn heb ik nog niet gedaan. Ook al die Duitse talen, wat prachtig. Eigenlijk zou er iets mee moeten doen, hè, met de Duitse taal. Groente, weet je wel. Maar gaat ik een Duitse hebben? Ja, waarom gesproken? Jij was toch ook sperma doen, hè? Ja, dat klopt, maar ik ga niet meer. Hoezo niet? Nou, ik trok het niet meer. Oh, nee.
Leer op Piet van der Brink. Die kerel van de Kroning en lid van de brandweer, de spuitgasten. Ja, ik dacht dat hij van de Brink was, maar dat is hij niet. Nee, dat is hij ook. Nee, maar ze zeiden dat hij zijn blagen verwekt heeft met Viagra. Hoe komt dat dan? Ze noemen wel Pietje Portaan, daar heb ik wel weer getrokken. Ja, ja, ja. Ja. Ze hebben een blagen verwekt met Viagra. Oh, daarom had hij die bij dan. Maar, ja. Maar hoezo Viagra, blagen verwekt? Dat die blagen ben ik gehoord, dat bij hem komt staan. Maar is dat wel op zijn hand? Moet de winkel in Kuikens gewoon dicht doen? Of zijn we op een grapjes snel recyclen? Ja, dat de mensen maar zeggen. Gewoon op een grapjes doen. Ja. Oh nee, dat doe ik niet. Ja. Nee, dat... nee, 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 ik weet niet wat snel het maar doen. Ik heb er iets van een collega. Een collega van het werk? Ja, ja. Hetgeen waarom er zoveel ongelukken gebeuren. Als de mannen met drank op in de auto stappen. Nee, maar dat kan ik je nou vertellen. Dan kunnen we dat de vrouw naar het stuur zetten. Hé, maar over auto's gesproken, wat was er los met Paul van Doorn te doen dan? Nee, ik niet. Nou, er stond al een auto's. Maar dan ben ik al aan een roosteltje. Ik lees hier in die krant dat ze warm bouwen zien in huis. En zeker door die makelaar Pingelmans, of weet ik ja. Nou, deze huizen, die staan neven mekaar, ik was het trek zeggen zien via de dierprojecten. Deze huizen staan neven mekaar, deze hebben een voorsprong van enkele lichtjaren. En de andere is net begonnen met bouwen. Welke denk jij dat als eerste af is? Deze? Of deze? Nou, ik weet niet, ze zeggen normaal aan jongens, ik mag het weten, maar ik denk dat ze nou zeggen, Louis mag het weten. Niet Louis hoor. Nou, nog één actuele grap dan. Nou, zal ik dat maar doen. Weet je waarom dat de gemeente Lingewaard geen enkel zebrapad meer om wil leggen? En dat is van het padje zien, van het zebrapadje? Nee, de gestripte verf is op in de praxis. Oh. Nou, wat vond jij ervan? Denk je dat we een beetje bij kunnen verdienen met het recyclen van grappen? Nou ja, we hebben het beter publiek gehad, maar doe maar. Laat maar eens kijken wat de professionele jury ervan vindt. Ja, laat maar zien. Op één schip, daar waar ik wel. Dat is een grapje. Oh, wij zien een grapje. En alle mensen die hun optreden hebben gehad, Jos Lamers, Dieter Toe enzovoort, heel hartelijk dank voor al uw bijdrage hier aan deze buurt en deze avond. Nogmaals, Hans en Hans, tweede Hans, bedankt en ze gaan weg op eigen muziek. I'm just